Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de vuurtekens. De boogschutter, de leeuw en de ram. Voor de komende weken in januari. Voor de vuurtekens. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. En druk op de bel als je nog geen volger bent. Wat hebben we voor jullie? Ik ben heel benieuwd. Deze moet eruit. Ram, leeuw, boogschutter. Deze mag eruit. Wat is er voor de vuurtekens voor de komende weken in januari? We zitten alweer bijna op de helft. Wat is er voor de vuurtekens vanaf het moment dat je deze reading ziet? Ah, een boodschap van liefde valt eruit. Altijd goed. Kijk eens. Oh, ik ga hier eens even beginnen. Weet niet. Er is iemand die het gewoon niet weet. En waarom heb ik nou weer zo meteen ook enorm intuïtief het gevoel dat het te maken heeft met de liefde? Iemand weet het niet. Want er is namelijk iemand die zegt ja en doet nee. En ik heb ook het gevoel dat het het vuurteken zelf is. Die het niet weet en daarom ja zegt en nee doet. Om de ander toch in niet te verliezen. Om toch in de picture te blijven. Ah, we gaan kijken wat het is. Want, karma. Er speelt karma. Ja, dit heeft alles te maken met een keuze maken. Een keuze maken gebaseerd op eigenlijk dezelfde keuzes die je al eens maakte. En waarvan je weet dat het nadelen heeft. Dat klinkt misschien heel gek, maar iemand die weet... Ik wil een keuze gaan maken en dat wil ik gaan doen op iets wat ik werkelijk wil. Ik wil het baseren op wat bij mij past, wat mijn behoefte is, wat ik aan kan. In plaats van dat ik eigenlijk weer een keuze zou maken die gestoeld is op wat ik al deed. En waarvan ik de nadelen zo goed ken en niet meer wil. Maar dan komt karma om de hoek kijken. Want je krijgt dan weer hetzelfde als waar je altijd al voor ging. Er komt een boodschap van liefde. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. Dit heeft alles te maken met willen blijven willen. Dat wil je niet. Maar ergens, je bent je er bewust van dat je in hetzelfde cirkeltje rond blijft kiezen. In hetzelfde cirkeltje qua zelfde karakter trekken of zelfde... Want het kan overal over gaan. Hè? Het kan te maken hebben met een nieuwe woning, ergens anders gaan wonen. Het kan te maken hebben met de keuze in de liefde, keuze van werk. Terwijl je eigenlijk vooruitgang wil en het roer om wil. Het roer om... Niet in de drastische zin van ik wil per se veranderen, maar wel dat je meer wil gaan kiezen op basis van, wat ik net al zei, wat beter bij je past. En de verleiding om toch weer het te gaan kiezen wat je al eerder koos, is heel groot. Dat is wat ik in deze legging heel duidelijk zie. En daarom weet je het ook niet. Omdat je eigenlijk, als je de weg van de minste weerstand zou kiezen, als je de weg zou kiezen van wat je al kent, dan is het zo makkelijk om de keus weer te maken. Maar ergens weet je dat het stilstand is. Vuurtekens. Ja. Kijk, oh, schuil bij jezelf. Ja, dit schuilen bij jezelf heeft ook te maken met een boodschap van liefde aan jezelf. Het heeft te maken met zelfliefde. En zelfliefde kan voor jou op dit moment in de komende periode
betekenen om dan toch maar in je comfortzone te blijven. Misschien op de plek waar je zit, de situatie waarin je zit. Maar het kan ook zijn dat je wel een keuze gaat maken, maar dat het dan meer van hetzelfde gaat worden. Hè? En als ik het bijvoorbeeld vergelijk met huizen, dat je misschien woon je nu in een flat en dat je tegen jezelf hebt gezegd: ik wil nooit meer in een flat, maar dat je dan toch weer voor een flat gaat kiezen. Of dat je in een relatie hebt gezeten met iemand met bepaalde trekken wat je niet meer wil. Hè? Of iemand die bijvoorbeeld veel ouder of jonger is wat je niet meer wil. Of iemand die werk voorrang gaf op jou. En dat je toch weer gaat vallen voor iemand die toch diezelfde dingen heeft. Oeh, wat is het moeilijk. En daarom wordt er ook gezegd: schuil bij jezelf. Blijf bij jezelf. App niet weg van wat er bij jou past. Ja, het is heel lastig en misschien is het daarom ook handiger. Maar goed, ik ben hier niet degene die dat bepaalt of adviseert. Misschien is het dan beter bij twijfel niet doen en nog even wachten totdat je toe bent aan een werkelijke stap. Kijk nou toch, lieve boogschutter, leeuw, ram. Deze kaart, je loopt naar een kruispunt toe. Je bent op weg naar keuzes maken en je weet het niet. Je weet het niet. Je weet wat je had, je weet hoe je het altijd deed. Je wilt naar iets wat beter bij je past en toch is dat ook eng. Karma, als je kiest voor hetzelfde, dan krijg je ook hetzelfde. Kijk nou, weet niet, keuzestress. Ja, dit is echt ongelooflijk. En de keuzestress zit hem niet zozeer in de zin van dat er zoveel keuzes zijn dat je niet weet daaruit te kiezen. De keuzestress zit hem meer in, ga ik nu voor wat er bij me past? Of ga ik voor wat ik altijd deed en wat ik eigenlijk, waarvan ik alle plussen en minnen al heb ontdekt. En vooral de minpunten, die wil ik niet meer. Maar je krijgt diezelfde minpunten weer. Nou, ik herhaal mezelf. Oh, het is zo'n duidelijke legging. Ja, het is zo'n duidelijke legging. En dat zeg ja, doet nee. Waarvan ik dacht dat je misschien te maken kan hebben met iemand die dat doet, heb ik het gevoel dat jij dit zelf doet tegen jezelf. In je mind wil je zo graag vooruitkomen en niet meer toegeven aan hoe je het deed. En in je hart durf je het nog niet. En daar komt ook een nee. En daarom blijft het in een weet niet. Je blijft daarin hangen. Maar dat is toch niet erg? Dat is toch niet erg? Ik zou zeggen zelf, maar ook wat ik in de kaarten zie. Geef jezelf die liefde, geef jezelf die zelfliefde. Je hoeft niet een stap te zetten. Je kunt ook nog eens even achterover hangen en wachten totdat je eraan toe bent. En dat de weg zich vanzelf wijst. Kijk nou eens, het zijn er twee, maar ze liggen zo op elkaar. Kijk eens, dit hart, lieve vuurtekens, is voor jezelf. Draag jezelf een warm hart toe. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die ontzettend streng is voor zichzelf en vindt van kom op, ik moet door, ik moet veranderen. Misschien is dat ook wel zo, maar het hoeft toch in de praktische zin niet meteen morgen. Als je er niet aan toe bent, dan ben je er niet aan toe. En dat is wat ik hier zie. Fantasyland, je hoofd draait een beetje overuren, omdat je eigenlijk in twee werelden leeft. In je huidige realiteit en je leeft in het fantaseren over hoe je het anders zou willen. En daarvan is de stap nog niet gemaakt. De werkelijke stap in de praktijk, daar ben je nog niet aan toe. Ja, hoofd en hart zijn nog niet op dezelfde golflengte. En wat ik heel erg proef is ook dat je zo graag een soort garantie zou willen hebben
hoe de uitkomst is als je kiest voor een andere weg. Maar ja, die garantie kan niemand geven. Ja, het is eigenlijk een beetje de keuzestress tussen hart en hoofd. Wauw. Ja, kijk nou toch. Schuil bij jezelf. Wees trouw aan jezelf. Geef jezelf die liefde. Het is werkelijk ongelooflijk. Ja, de kaarten geven heel duidelijk aan dat er hier een vuurteken is dat zichzelf echt in liefde mag wentelen. Omdat er iemand is die de lat heel hoog legt, tempo wil maken, tijd een rol laat spelen en het gevoel heeft van ik moet het morgen gaan doen. Maar dat is de mind die dat zegt, want waarom zou je? Als je nog niet klaar bent, dan is het altijd misschien handig om gewoon eens eventjes te wachten totdat je het werkelijk, werkelijk voelt en weet. Er komt ergens een drive los, een gevoel van vernieuwing, van verandering, van anders. Maar op een of andere manier is jouw hart nog niet zo ver. Ja, of het hoofd is nog niet zo ver. Er zit ergens een verlangen. Het zit nog niet bij elkaar. Oh, ik wil nog één kaart erbij, maar het is zo duidelijk. Je wordt een beetje uit elkaar gereten. In je conflictueus. Je bent ergens in tweestrijd met jezelf. Kijk nou eens, 2 weken vanaf nu. Misschien dat je het over 2 weken, dat je een stapje verder bent. En dat je ook werkelijk door iets van buitenaf wordt getriggerd, waardoor je weet van nee, ik blijf lekker zitten waar ik zit. Of ik, hè? En of het nou om de liefde gaat, of om wonen, of om werk. Als je in een baan zit, dat je misschien denkt, nee, ik blijf toch zitten. Ik ga eventjes die druk niet aan. Ik ga ook niks uitzetten naar andere banen, want ik weet het eigenlijk niet. Misschien is het zo dat je hartstikke happy bent in je baan, maar dat je gewoon wil veranderen om het veranderen. Of omdat je weg wil uit je baan en daardoor misschien te snel in een alternatief gaat zoeken. Omdat je weg wil uit het oude. Het alternatief mag natuurlijk wel fijn zijn. Ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je deed. Ja, 2 weken vanaf nu. Nou, dan zitten we ergens bijna eind januari. Lieve vuurtekens. Ja, je zit zo in tweestrijd. En het lijkt wel een beetje een obsessie voor je te worden dat je het moet weten. Maar je mag het ook niet weten. Ja, de innerlijke strijd is enorm. Kijken wat de wegwijzer orakelkaarten zeggen. Schatbewaarder. Prachtige kaart. Ben je misschien 39? Ik proef uit deze kaart heel duidelijk dat je bovenop hetgene zit wat je nu hebt. En dat is prachtig. Want je telt je zegeningen. Je weet hoe het veilig voor je is. Hoe stabiel het voor je is. En op een of andere manier zijn daar dingen omheen waardoor je er ook uit wil, waardoor je het los wil laten. Maar veranderen om het veranderen, dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat je je verlangen in je hart kan volgen. En zover ben je misschien nog niet. Ik ben benieuwd wat de Gaia daarover zegt. Wat willen de Gaia-kaarten zeggen tegen de vuurtekens? Deze moet het zijn. Ik denk aan jou. Een liefhebbende gedachte. Ontdek het waardevolle. Dit kan ook misschien degene zijn die van buitenaf een boodschap van liefde naar je zendt. Of ben jij zelf degene die nou eens aan jezelf denkt van waar sta ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Wat past er dan eigenlijk bij me? Of past het oude eigenlijk wel bij me? Ik voel een hele duidelijke groei,
van iemand die nog net niet over de drempel is naar anders. En iemand die misschien wat meer tijd nodig heeft om aan zichzelf te denken. Ik denk aan jou, ik schuil bij mezelf. Ik ben trouw aan mezelf. En ik draag mezelf een warm hart toe. Door niet zo streng te zijn, door de tijd eens even gewoon vanzelf te laten komen voor iets nieuws. Wauw, vuurtekens. Ja, maar dat is ook de reden dat je het gewoon niet weet. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat je mind sneller gaat dan dat je aan kunt. En misschien ben je wel aangestoken door je omgeving. Iemand die een stap heeft gezet. Iemand die het roer heeft omgegooid. Terwijl je zelf op een of andere manier wel in een goede omstandigheid verkeert. Het is niet verkeerd, maar misschien dat je je niet voelt uitgedaagd. Dat je je verveelt. Dat je ja, op een of andere manier iets nodig hebt om jezelf, hoe zeg je dat? Om jezelf te inspireren. Misschien is er wat weinig inspiratie om je heen. Misschien helpt het wel om gewoon eens een muur te gaan verven in een gekke kleur. Ik wil weten wat de wijsheid van het orakel zegt. Ja. In je hoofd heb je van allerlei droomwensen en dat is prachtig, maar moeten ze dan ook nu meteen gerealiseerd worden? Dat is wat ik hier in de reading heel erg zie. Iemand die zichzelf vooruit wil laten lopen iemand die zichzelf vooruit wil laten lopen op wat hij aan kan. Hij of zij, misschien ben je 30. Kan ook 39 zijn, hoeft helemaal niet. Hè? Ik vraag het altijd wel bij de kaarten, omdat de kaart het nummer aangeeft. Maar misschien ben je wel 60, misschien ben je 70. En heb je een enorme inwendige prikkel om het anders te gaan doen. Maar is de vorm nog niet helemaal duidelijk? Geef jezelf de tijd. Kijk nou toch, de kaart uit de wijsheid van het orakel. Verandering van windrichting. Die wil ik per se voorlezen, want dit is te bijzonder. Verandering van windrichting. Oh, vuurtekens. Ja. De wezenlijke betekenis van deze kaart. Het gevoel dat er iets gaat veranderen. Je voorbereiden op een storm. Je bewustzijn dat je plannen niet reëel zijn. Onzeker uit welke hoek de wind gaat waaien. Het kan bijna niet dat deze kaart eruit kwam. Het kan bijna niet. Je voelt van alle kanten dat het anders, vernieuwing. Zij noemen het hier de windrichting. Maar je kunt nog niet zo snel als dat je mind gaat. Boodschap van het orakel. Het is menselijk om naar zekerheid te verlangen en je te verzetten tegen verandering. Dit is precies het conflict in je hart. Je wilt wel, je verlangt, maar je verzet je ook. Willen dat de wereld net zo consistent blijft als de strepen van de zebra. Maar toch ervaren we niet alles als zwart of wit en niets blijft zoals het is. Het enige wat zeker is, is verandering. Het is nu een tijd van transformatie, omdat de omstandigheden van buitenaf tijdelijk niet in overeenstemming zijn met je wensen en verwachtingen. Houd koers en bedenk dat zelfs een storm de lucht klaart, zaden verspreidt en de aarde voedt met betere dingen in het vooruitzicht. Het leven staat op het punt om interessant te worden. Anticipeer met nieuwsgierigheid terwijl je je afvraagt wat de veranderende wind je zal brengen. De magie zit verborgen in het onbekende. Ik kan er niet over uit. Dit is zo'n ongelofelijke wijsheidskaart die precies bij deze legging past. En wat ik daaruit concludeer is ook dat de tijd zal leren waar je naartoe gaat. Laat je meebewegen. Laat je meebewegen in de flow van wat er gebeurt. De tijd zal het leren.
Er komt een moment waarop je gewoon vanzelf gaat, omdat je het weet. Wauw, vuurtekens. Ja, geef jezelf de rust om het in een organische beweging vloeiend te laten gebeuren. Succes!